tweede plaats voor Robert Breuken. Het zijn 5x4 aan de brede wagens, dames en heren. Ja, dat mag men ook wel zeggen. Het blijkt wel een finale, zegt Sjaak tegen mij hier. Adolf Heijns te ver naar buiten. Adolf Heijns te ver naar buiten, Max Verheyen die derde. Robert Verheyen komt nog even opzetten. Het is Paul Kumpen aan de leiding. Kumpen Steukers, Max Verheyen, Adolf Heijns, Robert Verheyen. Steekers die al zeker is van de buiten te kippen. Kumpen, Steekers, Max Verheyen, Adolf Heijns uit Duitsland. Ja, zo'n 700 kilometer is die man gemaakt, Adolf Heijns. Uit de buurt van Hamburg is hij afkomstig. Robert Verheyen met een 4x4 aan het even voor synchro. Als laatste. Uit de Panorama-bocht komende. 1 Paul Kumpen, 2 Ludo Steukers. Dan Mark Verheyen, dan Adolf Heijns en dan Robert Verheyen. Kumpen in Vellegat. Steukers in Vellegat. Mark Verheyen in Vellegat. En dan Adolf Heijns en Robert Verheyen. Daar dan toch tussen die twee bosjes, terwijl Steukers iets van zijn aanklampen. Daar komt Robert Verheyen op zitten. Robert Verheyen heeft daar Adolf Heijns heel vlak voor hem zitten. Kumpen Steukers Verheyen, Heijns Verheyen. Laatste ronde. In de Limburgweg komen. En Robert Verheyen blijft aanklampen met zijn goal. Het zware materiaal van Kumpen gaat dan zelfs nog even opkomen, dames en heren, om het zaakje mooi gelijk te duwen en glad te strijken. De fout te nivelleren, hoe je ook mag heten. Maar eerst even kijken naar de aankomst. 1. Paul Kumpen. 2. Max. 2. Ludo Steukers. 3. Max Verheyen. 4. Adolf Heijns. 5. Robert Verheyen. Thank you.